Ja, ik moet ook echt 4 rondjes om mezelf heen draaien voordat ik een keer, echt als een hond die zeg maar een beetje niet zo licht plek zoekt. Moment. Dit is Heerlijk Lekker Luchtig, waarin wij met andere duo's allemaal antwoorden geven op belangrijke stellingen, maar ook herkenbare situaties. Over het leven, daar zijn wij heel eerlijk in. Maar ook gewoon hele ontroerende situaties bespreekbaar maken. Ja. Deze keer gaat het over vrije tijd. 100%. Dat is echt totaal. Nee. Als ik vrije tijd heb, zijn er gewoon zoveel keuzes. Ga ik nu het hele huis opruimen? Of ga ik gewoon echt chillen? Kan je dat echt chillen? Nee. Ik kan niet meer echt chillen en dat stoort mij echt. Vroeger had ik gewoon doorlichtplekken. Dat je gewoon denkt van, ik lig al zo lang op de bank. Ik kan geen comfortabele houding meer vinden. En nu? Ik kan het gewoon niet meer. Die agenda die kan wel leeg zijn, maar alsnog ben ik de hele dag aan het opruimen, koken, boodschappen doen, kinderen aan het optillen. Mijn man kan het beter. Die kan ook heerlijk op vakantie zeggen, we zijn nu weg en alles laten we even vallen. Ja. Chill. En dan zeg ik, jammer. En als de vakantie bijna over is, dan zit ik alweer met wat we nog moeten gaan doen. Dus dan ben ik alweer eigenlijk weer aan het opjagen. Dus ik moet echt lang weg als ik echt goed wil uitrusten. Ja, ik moet ook echt 4 rondjes om mezelf heen draaien voordat ik een keer, echt als een hond die zeg maar, die zo lichtplek zoekt. Elke keer zo'n rondje. En dan weer. Ja. En dan weer opstaan. Oh, we gaan chillen. Nee, maar het gaat er veel meer om dat je op een gegeven moment denkt, goed, dan ga ik nu eens even rustig een boek lezen. Nou, ga maar eens een boek lezen in alle rust, als je hoofd zo zit. Nou, dus niet. Dan ga je maar van de weeromstrijd koken of sporten, want het heeft nog een soort activiteit, snap je? Maar echt een soort van tot rust komen. Vaak ben ik nog best wel gejaagd. Oh nee, man. Ik kan alles wel langer dan een week. Ja, ik kan het ook wel heel goed. Nee! Maar ik heb echt een wasfetish. Ik vind dus wassen best wel leuk. Oh, wil je bij me langskomen? Ik zet echt wel eens een was meerdere keren aan. Omdat ik gewoon denk van wauw, deze was zit er echt al 20 uur in. Ik zet hem weer aan en dan de volgende dag weer van wauw, ik had hem gisteren op moeten hangen. Hij moet nog een keer aan, ik kan er niks aan doen, het ruikt gewoon zuur. Ik heb heel vaak een tekst moet leren of iets en dan ga ik lekker vouwen en zo. Maar ik denk dat het feit dat ik niet perfectionistisch ben, en jij ook helemaal niet zo te horen, dat het ook mijn redding is in dit leven met een baan en 3 kleine kinderen. Ja. Ik kleed zichzelf dan aan dat ik echt denk, nou deze kom is gewoon, het lijkt beetje wel 3 clownen. Hele gek. Ja, en ongekamde haren en soms denk ik ook van ja, weet je, ik laat het los. Ja, dat kan ik wel. Ik denk het niet. Een jaar, 1,5 jaar al. Ik zie social media echt als porno of als drugs. Gewoon dat je gewoon blijft en dat je denkt, wow, waar was ik? Je gaat echt in een soort keyhole of whatever het is. Maar je gaat ergens in en je komt eruit en je denkt, waar was ik joh? Wat heb ik gedaan? Als ik bijvoorbeeld mijn rot voel of ik heb een vervelend bericht gekregen, dan is mijn neiging om mijn geest te verdoven dom te gaan scrollen. Ja. En dan zit ik opeens heel erg vuistdiep in het leven van Sylvie Meis. Oh, dat denk ik ook. Dat is gek, hè? Maar dan duik ik daarin en dan denk ik toch, ja, ik had ook een taal kunnen leren in deze tijd. Ooit? Het begon bij 2 en toen ben ik daarna nooit meer geweest. Jazeker, dat gebeurt bij mij wekelijks. Nee, ik hou erg van sporten. Als ik het afzeg, dan is het echt omdat een van de kinderen ineens 40 graden koorts blijkt te hebben. En ik kan de deur niet uit, maar liever niet. Ik heb dus zo'n abonnement en dan krijg je boete als je niet komt en je toch hebt ingeschreven. Dus ik pak ook nog de boete. Krijg je boete? Dus ik heb echt best wel nu een duur sportabonnement. Er zit een soort enorm dreigsysteem achter, dus we komen je halen. Maar goed, toen ging ik altijd wel. Ze komen je halen. Maar ik heb een keer zo'n soort cursus en dat was zo fucking zwaar. En dat je zo helemaal rood en dat je eerst denkt, I can do this. En dat ik eerst zo met zo'n aderpaars daar. Nee. En toen dat was 1,5 uur. Toen was ik lichtelijk getraumatiseerd. En toen dacht ik, shit, ik had een kaart. Zo'n rittenkaart. Nee. Ik niet meer gaan. Nee, dat snap ik wel. Altijd. Als ik op een feestje ben, I'm gonna be there. Ik ben echt de koningin van de hoedoening. Ja, ik vind het ook heerlijk. Het is zo erg bij ons dat als ik op een uitnodiging zet van 2 tot 7, dat ik nog net niet je jas pak om 7 uur. De laatste verjaardag werd het echt, oké, het is duidelijk, we moeten naar huis. Ja, het staat op 7 uur op die uitnodiging. Maar afscheid nemen van iedereen, ja, dag. Vreselijk stom. Ik heb het te vaak meegemaakt, dat mensen altijd bezopen. Ja, die gaan er dan maken, nog eentje. En die dan met zo'n wappel. Dat je denkt, nee, ik moet echt gaan, want anders. En dan is het bij één, maar dan moet je die hele rij nog gaan. Dat je dan denkt, ik ga even.
Oh nee, ik ga iedereen gedag zeggen. Oh, ja. Knuffelen, alles. Ik wil hugs, I want it all. Ja. Met die stand-up heb ik geleerd.